model door Mario. Geweldig, hè? Potverdomme, maar dat is geweldig. Ik zou het meteen doen. Hey, moet jij niet op het terras gaan zitten? Waarom moet ik nou weer op het terras gaan zitten? Om mannen te trekken. Verdamme. Hey Frans, ik heb een voordeeltje. Dag Frans. Geweldig. Ja. Nou. Ik krijg gedeeld terug. Zo, dat is mooi. Ja. Dan kunnen we het op een zuiver zetten. Ja, heet. Jawel. Dat heb ik in geen tijden meegemaakt, jongen. Ik krijg 2400 terug. Het is niet te geloven, hè? Dan kunnen we nog wel een deur van intro bij heet. Ik ben zo blij en ik zeg nu een rondje voor de hele zaak. Dat vind ik fijn, Theo. Kunnen we het nu op een zuiper zetten? Eindelijk een kastvulling van oom Theo. Neemt ze nu alles op de pof. Theo, als je je geld krijgt van de belasting, betaal je dan ook een keertje je achterstallige rekeningen? Maar natuurlijk, Karel, jij krijgt nog rente erbij ook. Hallo, krijgen we nog wat te zuipen? Of hoe zit dat nou? Heet. Frans en Theo. We zijn toch bezig niet nee. Ik wil niet meer dat jij met die jongen uitgaat. Waar bemoeien jullie je mee? Ik bemoei me er wel mee. En ik ook, want hij deugt niet. Ik begrijp het niet. Ben je zo jaloers, Kitty? Nou, ik heb wel anderen in mijn balboekje staan. Oh, zeker die gozer van de pizzeria. Gaat je helemaal niks aan? Zo'n vent wil ik dus niet in de familie. Dus je maakt het onmiddellijk uit. Want anders ga je 3 weken op je kamer. Dan heb je straf. Ik klim gewoon uit het raam. Leef je niet meer in de middeleeuwen? Ja, Teddy, het is 2013, dus het is veel gevaarlijker dan toen ik jong was. En anders haal ik even je vader. Dan gaat die een straf voor je bepalen. Pap, heb je even tijd voor me? Alle de vrouwen gaan altijd voor. Logisch, schat, dit zijn mijn klanten. Ik krijg van mama een straf omdat ik met Falco ga. Ik begrijp dat niet. Het is een toffe gozer. Ik weet niet waar je het over hebt. Een loppenboy! Dat is een man die je lief heeft. Zie maar, mijn vader heeft gelijk. Lekker pu. Hey Karel, als ze komt uithuilen, niet bij mij komen dan, maar dan stuur ik haar naar jou. Ach, jij helpt ook altijd bij mij uit. Kan er nog wel eentje bij? Dat is soldaten diner. Ras, kuch en bodem. Daar doen wij het echt mee. Ik zeg oeh, 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 oeh. Oeh, 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 ons hart kwamen ze dooraan gescheurd. Oeh, 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 ons hart kwamen ze haar van de motorgras gehuurd. Langzaam rieën, daar deden ze nooit. Nou Theo, hier is de rekening. En alles wat je nog moet betalen, het achterstallige. Nee joh, het is geen 2300 euro, het is 23.000 euro. Ik heb even bij geluk zeg. Ja, ja, maar die 23.000 euro moet je wel aan de belasting betalen, heet. Het is toch niet waar, man. Nou, dat is voor mij dan een ramp. Hoe wil je dat dan anders betalen? Ik denk dat ik Anima verkoop aan Frans. Ja, maar ik heb er al. Ik ga toch zeker niet betalen voor een vrouw die ik al heb, Rins. Rustig maar. We komen er wel uit, man. Zeg Frans. Ik denk er even over na, maar je moet toch wat bijbetalen hoor. Van die rekening. Ik? Ja. Die rekening? We zijn samen.
Ja. Dat weet ik wel. Ja. Maar dan had je beter even moeten kijken. Dan had je een goede bril moeten kopen, heet. Zeker zo'n oude bril als jij hebt. Ja, maar ik kan er wel goed door kijken, heet. Als het zo doorgaat, Frans. Hè? Jij als vriend van mij. Maar ik kom dan nog in een armenhuis terecht, hoor, als je me niet bijstaat. Nou, ik kom je bezoeken met fruit. Heet. Hé Mario, hoe laat ga jij met mijn dochter aan het fotograferen? Nou, als het goed is, ik denk met 10, 15 minuten. Ik ga hem ook even omkleden, want ik wil ook graag dat jij van mijn sessie maakt. Als je met haar dan klaar bent, dan kun je van mij nog even een sessie maken, want ik wil me graag in laten schrijven bij een modellenbureau. Mam, doe even normaal zeg. Ik bedoel, ik vraag netjes aan die fotograaf als hij mij wil fotograferen. En ik wil al mijn kleren uitdoen, hoor, want daar zijn ze altijd nog een beetje moeilijk in. Zij ook, hoor, ze doet echt niet alles uit, ze houdt vast haar slip aan. Nou, dat doe ik niet, hoor. Ik laat alles zien. Ik heb met haar het afgesproken, dus ik ga eerst met haar kijken hoe het gaat, die fotosessie. En misschien als ik nog wat tijd heb, zou het misschien nog voor jou wat kunnen betekenen. Maar voorlopig hou ik me even aan Antoinette. Nou, ik vind dat dit wel een afwijzing lijkt. Ik vind dat niet leuk. Ik vind het echt niet leuk. Nou, ik heb liever je dochter in een dikke bontjas aan dan jou in je blote kont. Nou zeg, dit vind ik een belediging. Dit vind ik leeftijddiscriminatie. Ik ben 65 en zij is 30. Nou, wat is het verschil? Nou, bij mij gaat het misschien een beetje zijn heen gang. Maar ik kan toch een playboy maken voor Bianca's huis? Ja, maar ik kijk daar niet graag naar. Ik vind gewoon dat ik hier beledigd word. Ik bedoel, ik bied mij aan. Weet je wat ik ben? Ik ben een versmade vrouw. En voor een versmade vrouw moet je heel erg oppassen. Want ik kan jou nog wel eens heel erg in de fotografenwereld onderuit halen. Als je dat maar weet, ik ga nu naar huis en ik ga iets bedenken om jou in discrediet te brengen. Nou, ik hoop dat je veel succes hebt, Mario. En je hoort ook nog van ons. Ja. Nou, dat wordt nog wat. En wat dacht je van twee zussen? Nou, jullie brengen me nu wel in verlegenheid. De hele tijd loop ik te zoeken naar modellen en nu komen ze gewoon op me af. Nou weet ik het niet meer. Ik ben ook fotograaf, wie gaat met me mee? Ik wil ook mooie wijven fotograferen. Ja, waarom mij niet dan? Ja, ik weet het niet, we moeten ons inschrijven bij het modellenbureau. Ja. Maar ik wil niet in zo'n ordinair playboyblad. Nee, we moeten wel in een chic blad. Maar als het goed verdient, dan ga ik er wel in. Nou, echt niet voor geen goud. Nou, dan ga je maar lekker in de Dalder. Meneer, mag ik even vragen, heb u nog een andere maat misschien? Meneer, dit is vrouwenkleding. Meneer, ik hou van vrouwenkleding, dat ben ik gewend. Maakt niet uit. Maar Theo, ben jij travestiet geworden, reeds? Waar bemoei jij je mee? Dat is voor Annie. En je hebt helemaal geen rode cent. Je hebt nog zowaar schulden bij de belasting lopen. Frans, waar bemoei je je mee? Vind ik ook. Meneer, hoe ben je te bemoeien? Nou, dit is misschien wel iets voor mij s'nachts. Kijk Frans, jij houdt ook van vrouwenkleding. Ja, maar alleen s'nachts, reeds. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Maar ik ben niet zwart. Jij wel, reeds. Heren, gaan jullie iets kopen? Waar ik moet gaan slapen? Dan komen we morgen wel terug, dan gaan we uitgebreid zoeken. En dan neem ik het spaarbankboekje van Annie mee. Want blijf jij dan toch een eeuwige profiteur?
Ik ga nu naar huis, want zometeen komt die moeder van Antoinette weer. Nou, dan heb ik even vandaag geen zin in, want... Nee. Ja, ik heb er ook liever niet hier, Mario. Maar ja, als zakenvrouw moet je wel, hè? Ja, daar heb je wel gelijk in. Je moet wel de kost verdienen, want ja, zonder geld heb je geen brood op de plank. Ja, en ik wil ook nog op vakantie. Ik ga er gewoon vandoor. Op zometeen komen ze echt nog binnen, want volgens mij zie ik ook nog iemand anders binnenkomen. Dus ik ben er klaar mee. Ik moet naar de wc, moet ik nu ook betalen. Nee, natuurlijk niet. Oh. Nou, die halve vergaan is er ook. Nou ga ik echt helemaal weg, hoor, kid. Doei. Ja, heel erg. Kijk, hè. Ja, ik weet niet voordat die halve gaat. Doei. Waarom krijg ik geen knuffel als ik wegga? Nou, dan mag je eerst wel scheren. Ik ben blij dat ik deze zaak gevonden heb in Amsterdam. En dat ik een rustpunt heb gevonden. En dat ik een vertrouwensvrouw heb gevonden waarin ik mijn hart kan luchten. En dat ben jij, Kitty. Nou, Theo, je mag me alles vertellen, hoor. Alleen niet over je seksleven. Ik heb daar een heel verhaal over. Sorry, maar dat wil ik echt niet horen. Maar het is van onderen en het is lastig en het ruikt. Oh, waar gaat dit allemaal heen? Als ik geweest ben, Kitty, dan bubbelt het. En als Frans geweest is, dan stroomt het over. Nee, dit gaat toch niet over Annie? Nee, Kitty, we hebben een afvoerputje verstopt. Ja, maar wat heb je nou eigenlijk allemaal gedaan met dat afvoerputje? Er zaten allemaal haren in. Alles waar haar op zit of in, dat kan ik vinden, maar het afvoerputje niet. Het wordt tijd dat je eens een keer een ander huis gaat zoeken, want ik word helemaal ontredderd als het ware. Daarin. Zie je? Kijk eens naar de mouwen. Kijk eens, de rafels hangen erbij. Ik heb geen geld om iets nieuws te kopen. En zo moet ik nou door het leven gaan. Nou Theo, dat komt er niet goed uit, want je hebt hier ook nog €200 staan. Ja, Kitty. Dat is nou juist het probleem. Nou Theo, hoe je het bent of keert, je doet het maar. Want ik ga je nu niet meer schenken natuurlijk. Si Denis a plus d'un amant, parce que pour elle être nue, et son plus charmant vêtement, c'est une chose bien connue. Si Denis a plus d'un amant. Het gaat hartstikke goed, maar we beginnen het wel een beetje warm te krijgen. Moeder van Antoinette. Ik kom je hand vragen van je dochter. Ik dacht dat je mij ging vragen. No.